Jij bent een 10? Ja. Ik ben een 10. Ja. Een microfoon een klein stukje van de mond. Ja, ik zal een klein stukje van de mond doen. Dan kunnen we je heel goed verstaan. Waar is Claudette? Claudette is de teamleider. Claudette, toch? Ja. Ja, Claudette is de teamleider. Ja. En die is er in de zaal. En die heeft jou gedelegeerd tot... Ja. Ja, ze zei, een spits staat vaak alleen. En op een eiland. Ja, hij moet wel scoren. Dus, ja. Spits, kun je de microfoon nog iets op? Dat als je zo gaat praten. Ja. Zo, oké. Ja? Zo beter? Zo beter? Ja. Ja, mooi. Als het publiek het beter vindt, vind ik het ook beter. Ik wens jou met je hele team heel veel succes. Je tijd gaat nu in. Goedemiddag jongens. Hartelijk welkom, jury natuurlijk. En natuurlijk Henk-Jan Smits. Ik heb het gelukkig nog niet gezien. Het eerste Controller Abonnement is nog niet uitgereikt. Want de kick-off is vandaag. Het is natuurlijk een geweldige dag. Dus daarom dacht ik, wij als Arm lijkt het leuk om als eerste symbolisch aan Henk-Jan het Controller Abonnement te overhandigen. En dat gaan we natuurlijk zo direct doen, want de tijd loopt, hè. Ja. En aangezien Henk-Jan er toch is, en nou, we hebben ook een jury, dus ja, we worden ook gejureerd. Leek het mij mooi als ik de boodschap zou verpakken in een lied. Ja, hoe kom je erop, hè? Nou, dus, en dan mag natuurlijk op het eind gewoon geklapt worden, helemaal geen probleem. Met als inhoud natuurlijk het controlesabonnement. Daar gaat hij. Controlesabonnement, oh, voor u efficiënt, oh, en meer dividend, meer dividend, meer dividend, meer dividend. Ik zou je willen vragen het eens een keer met mij te wagen. Ik kom naar je toe. Ik zou iets willen zeggen, want er is veel om uit te leggen. Ik kom naar je toe. Ik zou je willen kennen, middels een Deloitte bedrijven scannen. Wat jij doet er toe. Ik zou iets willen geven, inzicht in je zakenleven. En alles komt goed. Ik zou adviezen willen geven, strategische doelen na te streven. Wil in jou vertrouwen en aan de toekomst met je bouwen. En alles komt goed. Oh, wat jij doet er toe. Oh, jij doet er toe. Ik zou je overstelpen, met specialisten mocht dat helpen. Want jij doet er toe. Ik zou je willen winnen, door een meerwaarde te ontginnen. En alles komt goed. Ik zou adviezen willen geven, strategische doelen na te streven. En ik wil in jou vertrouwen, en aan de toekomst met je bouwen. En alles komt goed. Oh, ja het komt goed. Oh, ja het komt goed. Dus, controles. Abonnement, oh, voor nu efficiënt, oh, en meer dividend, meer dividend, meer dividend. De eerste, symbolisch voor jou. Ik weet niet of alle noten juist geraakt zijn, maar nou, in ieder geval, ik hoopte dat je me voelde. Ik hoopte dat je me voelde. En dat is een kleine vraag, hè? Want... Nee, nou, ik voelde hem wel. Als tekstschrijver ga ik je niet beoordelen. Als zanger, nou, ik zou lekker bij Deloitte blijven werken. En ja, de jurering is... Ik ben heel trots dat ik als eerste een controller abonnement krijg van Team Market Garden. Krijgen, ja. Absoluut. Ja, nou, dat kan ik heel goed gebruiken. En het is eigenlijk aan de volledige talent company. Dat is heel fijn. God, daar krijg je spijt van, jongen. En Roger trouwens ook. Roger, mag ik als eerste een woord geven? Het publiek natuurlijk. Ja, heel goed. Ik ben helemaal van mijn apropotje. Ik krijg niet zo vaak wat. Nou, 3, 2, 1. Dat is heel goed hoor. 190,3. Nummer 1, hè? Hey! Nummer 1.
Is niet dat hij nog zo overkomt. Zou hij ook nog 120 kunnen? Nee, ik denk het namelijk niet. Ik denk echt dat jij een soort record hebt. Dat meer kan het publiek niet doen. Roger. Ja, dit komt op YouTube. Daar ben ik ook bang voor.